Goedemiddag, congres. Ik ben het enige wat nog tussen jullie en de toespraak van onze leider Sigrid Kaag staat. En mij is gevraagd om jullie te enthousiasmeren, te inspireren, jullie op de banken te krijgen, jullie op te zwepen. Mij is verzocht jullie te verleiden tot grootschalige flyeracties, gulle giften en de gezamenlijke eindsprint in te zetten. Sjoerd, doe jij maar lekker veel campagnegevoel, maar ook een beetje inhoud. Misschien kan je nog even onderwijs, klimaat, wonen aftikken. En dat dan in 7 minuten. Goed mensen, 7 minuten, nu nog 6,5, hou je vast. Democraten, sommige partijen willen deze campagne niks beloven. Dat klinkt misschien staatsmannelijk, maar betekent eigenlijk dat we alles bij het oude laten. Dat we voortmodderen. Dat we de crisis die groeien en de schaduw van de coronacrisis negeren. Dat we de kansencrisis, de klimaatcrisis, het woningtekort laten voor wat het is. En dat kan niet. Rutte heeft het als uitgaand premier met al zijn plussen en minnen best goed gedaan. Maar na 10 jaar is ander leiderschap nodig. Dat leiderschap brengen wij als partij en dat brengt Sigrid Kaag als persoon. En voor wie dat nieuwe leiderschap graag nog eens ingevuld wil zien, op 15, 16 en 17 maart is dit de keuze. Jullie kunnen kiezen voor Rutte, die klimaat slechts ziet als een irritante kostenpost. Of voor Kaag, die de urgentie voelt, diep van binnen, en het als een kans voor ons bedrijfsleven ziet. Jullie kunnen kiezen voor Rutte, die hier in Brabant tot het bittere eind wil besturen, met jodenhater Baudet. Of voor Kaag, die haar leven lang strijdt voor onze waarden en voor onze rechtsstaat. U kunt kiezen voor Rutte, die uitgaven aan onderwijs maar een D66-hobby vindt. Of aan Kaag, die wil investeren. Om onze kinderen de kansen te geven die ze verdienen en onze economie klaar te maken voor de toekomst. U kunt kiezen voor Rutte, die visie maar iets vindt voor een oppositie, of voor Kaag, die ziet dat Nederland snakt naar perspectief. Keuzes maken, draagvlak creëren, voorop lopen. Daar kiezen jullie voor als je op 15, 16 en 17 maart op D66 stemt. En dan die inhoud, die kernthema's. Klimaat. We zouden onszelf, congres, misschien de groene democraten moeten noemen. Wij maakten het groenste kabinet ooit. En natuurlijk, het volgende kabinet zal nog groener moeten worden, want groen is ons nieuwe goud. Wij gaan ons bedrijfsleven wereldkampioen klimaataanpakken maken. En we gaan dat doen op een manier die alle Nederlanders kunnen meemaken. Onderwijs. Wij zijn de onderwijspartij. En dat vinden sommigen natuurlijk een beetje lastig. Zoals laatst PvdA-prominent Dijsselbloem, die boos was over de 8,5 miljard die onze Ingrid van Engelshoven had geregeld om onderwijsachterstanden aan te pakken. Hij was boos. En het is mij een raadsel waarom hij niet ziet dat dat cruciaal is voor de kans van onze kinderen. Net zoals het voor mij een raadsel is dat de VVD niet ziet dat onderwijs en innovatie cruciaal zijn voor onze economie. En tot slot, D66'ers, wonen. Want als er één partij van doorpakken weet, dan zijn wij het. Na de bouwrecords van Kajsa willen wij nu 1 miljoen betaalbare en energiezuinige huizen bouwen. En dat is nodig voor starters die op zoek zijn naar een woning. Het is nodig voor gezinnen die op zoek zijn naar een nieuw huis. En het is nodig voor ouderen die waardig oud willen worden. Zo mensen, dat was de inhoud. Maar jullie kennen mij vooral als de platte campagneman. En god mensen, wat had ik graag in deze bus gezeten. In onze campagnebus gezeten deze dagen, met andere kandidaten. Gezellig, het land door, flyeren in de zon. Of in de bittere kou. De prachtige ontvangst en begeleiding van onze vrijwilligers. Want wij zijn bij uitstek de partij die ook op straat kan laten zien hoe groot het enthousiasme is. Maar goed, gelukkig zitten wij niet bij de pakken neer. Wij bedenken nieuwe dingen om in gesprek te gaan. Sigrid vlamt in Vraag het Kaag, Rob in Clubhouse, onze kandidaten via Zoom en ons congres digitaal. En ook onze afdelingen doen prachtige dingen. In Nijmegen worden tulpen bezorgd aan allerlei groepen in de stad, van leraren tot politieagenten, van vuilnisophalers tot wijkverpleging. In Amsterdam worden stadsgesprekken gevoerd om zowel te praten over de politiek van nu, maar ook om input op te halen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. In Zoetermeer gaat Dick Kortekaas persoonlijk van deur naar deur om flyers weg te zetten. En in Den Haag zijn alle leden gebeld om vrijwilliger te worden en om donaties te vragen. Dat is echt een ongelooflijke prestatie van die afdeling. En die worden versterkt. Die worden versterkt door onze kandidaat. Ik noem een Karlien van Breugel, die de grootste studentencampagne neerzet. Ik noem een Wiebren Bakker, die een fietstocht maakt door heel Overijssel. Ik noem Jorien Wuiten, die zelfs op onze eilanden, Sint Maarten en andere eilanden, campagnes aan het voeren. Ik noem Anne-Marijke Pot, die voor het eerst sessies organiseert met Nederlanders die nog nooit hebben mogen stemmen, maar nu wel. Voor het eerst. Ik noem Sidney Smeets, die iedere dag de vloer aanveegt met de VVD, omdat zij de rechtsstaat probeert te slopen. En congres, dat blijft niet onopgemerkt. In januari haalden wij 796 nieuwe leden. En dat is het grootste ledengroei in een maand ooit. En ik kan u vertellen, al is de maand nog niet helemaal voorbij, deze maand gaan we daar dik overheen. Als wij zo doorgaan, dan kunnen wij als partij een absoluut ledenrecord halen voor 17 maart. En daar hebben we jou nog voor nodig. Maak vandaag nog je vrienden, je familie, je kennissen lid van onze partij, zodat wij dat ledenrecord gaan halen. Onze vrijwilligers gaan ook het hele land door om flyers te bezorgen. En dat doen we met grote aantallen. 3 miljoen flyers. 3 miljoen flyers. 35.000 posters. De afgelopen dagen zijn in het hele land al 660.000 van die flyers verspreid. Dus ga aan de slag met je lokale afdeling. En dat kan ook, en dat hoeft niet in je eentje. Want inmiddels hebben zich meer dan 3500 D66'ers zich aangemeld als actieve vrijwilliger. Daarmee hebben we er meer dan bij de vorige verkiezing. En ik roep jullie allemaal op om ook mee te doen als je dat nog niet hebt gedaan. Meld je bij je lokale bestuur of via Mijn D66. We willen ook zichtbaarder zijn dan ooit tevoren. We willen zo zichtbaar zijn dat Nederlanders aan het eind van de campagne denken: ik stem maar op D66, want ik wil even van deze reclamecampagne af zijn. We hebben dus ook meer ABRI's dan ooit voor een verkiezing. Voor het eerst hebben we in elke gemeente waar ABRI's staan ook ABRI's ingekocht. En ja, zeg ik tegen onze gereformeerde vrienden, zelfs in Urk en in Staphorst. We hebben de grootste radio- en tv-campagne ooit als D66. En we worden gesteund door meer mensen dan ooit. Meer dan 7500 mensen hebben gedoneerd voor onze campagnekas. Leden en niet-leden. Onder andere voor die ABRI's in de eigen gemeente. En daar kunnen jullie ook nog steeds aan bijdragen. Via d66.nl/abri. Doe het nu, want ik praat nog 2 minuten en dat past er precies in. In totaal leverden deze donaties al meer dan 2 ton op. 2 ton. En daar gaan we iets fantastisch mee doen. En dat zal ik aan het eind nog even tonen. Congres. We staan nu op 15 zetels in de peiling. En dat is net zoveel als destijds in 2017 in deze fase. Toen haalden we 19 zetels, werden we de grootste progressieve partij. Maar die grootste progressieve partij, die zijn wij nu al. Wij moeten en willen en gaan die 19 zetels overtroeven. Met jullie hulp, met jullie geweldige inspanning, gaan wij straks winnen in maart. En met een beetje geluk gaan we dan ook voor het eerst sinds 2002 weer een progressieve premier hebben in Nederland. Een D66-premier. En dan nu, een kleine primeur, speciaal voor jullie. Vanaf morgen is onze tv-spot overal te bewonderen. Maar jullie krijgen hem nu al te zien. Hier is onze tv-spot. Veel ouders zitten tegen een burn-out aan. Wat gebeurt er met een land als de politiek geen echte keuzes maakt? Tijd voor nieuw leiderschap. Dat omkijkt naar mensen en verder kijkt naar morgen. Voor een groene toekomst, meer betaalbare woningen en gelijke kansen voor onze kinderen. Voor een land waar we iedereen vrijlaten, maar niemand laten vallen. Stem D66. Partijgenoten, mag ik een heel hartelijk digitaal applaus voor onze politiek leider. Hopelijk ons aanstaand leider van dit land, Sigrid Kaag.